100.000 volgers op Instagram. Wat is het raarste verzoek wat je ooit hebt gehad in je DM's? Nou, ik heb iemand die mij iedere ochtend een DM'tje stuurt. Ik hou van je, ik hoop dat je een goede dag hebt. Iedere ochtend hetzelfde. En ik weet nog heel erg goed, een paar maanden geleden, toen kreeg ik eigenlijk een week lang kreeg ik niks. Dus toen maakte ik me weer zorgen. En straks is hij overleden of zo, weet je wel, of is er iets gebeurd. Dus had ik aan een vriendinnetje gevraagd wat ik moest doen, dus had ik hem even een appje gegeven van gaat het wel. En toen? Toen een DM gestuurd van gaat het wel. En toen kreeg ik een DM terug. Ja, sorry, ik was heel druk. Oh, wat lekker hè. Maar ik dacht echt dat er iets gebeurd was. Maar toen daarna schaamde ik me heel erg. Alsof ik het dan nodig had dat hij ja, zo ik miste de aandacht gewoon. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, oh wat erg, ja, toen, dat was echt wel mijn soort dieptepunt of zo. Oh.